Website van Ondernemershuis officieel online. Voorpremière van de film Wild was in de bioscoop in Apeldoorn. En wethouder Johan Kruithof las voor op de basisschool Berg en Bos. In het ondernemershuis op het Zwitserterrein werd maandagavond hun website officieel online gezet. Door een simpele handeling op een laptop zorgde wethouder Mark Sandman dat de site online kwam te staan. Het ondernemershuis is een nieuw initiatief. Hoe kijkt u daarna als voorzitter van de BKA? Ik vind dat een hele mooie stap. We zijn al heel lang bezig in de stad met een stukje samenwerking van verschillende partijen. Eigenlijk geroepen van wat zou het mooi zijn als we een plek hebben waar ondernemend Apeldoorn samenkomt. En die plek is er nu. En ik denk een mooi stukje samenwerking en een mooi stukje verbinding. En ik vind het mooi dat ik vanuit mijn rol als voorzitter van de BKA en daarnaast als directeur van de Rabobank daar een rol in heb kunnen spelen. Maar eer wie eer toekomt, dit is een samenwerking van een groot aantal partijen. Nou mis ik eigenlijk, en dan ben ik misschien een beetje advocaat vandaar, ik mis één partij, de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel die heeft natuurlijk een wat andere positie, maar nogmaals wat ik zeg, dit zijn initiatiefnemers en wij sluiten helemaal niemand uit. Dus naast de BKA, dat is weliswaar de grootste ondernemersvereniging van Apeldoorn, werken we ook heel goed samen met een OBAN en allerlei andere partijen. Dus iedereen is hier van harte welkom en wat ik zeg, we gaan er samen iets moois van maken. Wethouder Mark Sandman vindt de ondernemersalliantie een heel goed initiatief. Wat zijn de verwachtingen? Ja, ik denk dat dit de plek is waar Apeldoornse ondernemers die wat willen elkaar kunnen gaan vinden. Dat is misschien wel het belangrijkste. Wat ik een beetje mis, heb ik ook aan de voorzitter van de BKA gevraagd, is de betrokkenheid van de Kamer van Koophandel. Ja, maar ik kan me goed voorstellen dat die ook aansluiten. Maar dit is inderdaad een initiatief van de BKA, VNO, NCW en de gemeente, de Economische Alliantie. Maar in eerste instantie, dus het is de bedoeling dat hier nog veel meer, naast de KVK kan ik zo nog een rijtje mensen opnoemen die we hier graag zouden willen hebben en ook graag zeker gaan vinden. Dus dat wordt echt nog wel breder. Behalve Mark Sandman was ook wethouder Johan Kruithof aanwezig. De website gaat van start. Wat moet die gaan betekenen voor de arbeidsmarkt? Want ondernemers, dat snap ik. Maar ja, ondernemers en arbeidsmarkt heeft heel veel met elkaar te maken. Hè? Een bloeiende arbeidsmarkt is nodig voor die ondernemers om hun werk goed te kunnen doen, om winst te kunnen maken, om actief te kunnen zijn in de samenleving. En die arbeidsmarkt was een paar jaar geleden heel royaal. Veel meer mensen die werk zochten dan dat er werk was. Nu is het bijna andersom. Dus op zoek naar slimme verbindingen is echt nodig, ook in zo'n ondernemershuis als dit. Hoe kun je nou voor zorgen dat in de zorg, in de ICT en de maakindustrie al die plekken die nog niet opgevuld zijn, maar waar wel behoefte aan is van en voor ondernemers, hoe kunnen we zorgen dat daar toch iets van invulling aan komt. Dat kan vanuit de bijstand, dat kan vanuit de opleiding. Nou, dat zit toevallig in mijn portefeuille. Daarom maak ik me wat dat betreft net zo druk als collega Sandman om dit goed te laten slagen. Na het online zetten van de website werd er voor het eerst vergaderd door de leden van het ondernemershuis. Dinsdagavond konden genodigden van de film Wild bonte families op de Veluwe al in de View bioscoop in Apeldoorn bekijken. Onder de genodigden was commissaris van de Koning van Gelderland Clemens Cornier. Wat vond u van de film? Het is een prachtige film en dat allemaal in onze eigen achtertuin. Het is onvoorstelbaar dat dit allemaal zo mooi is gefilmd kunnen worden. En wat vond u van de tekst van André van Duin? Ja, dat is met een klein beetje humor erbij, erg onderhoudend, maar toch ook wel weer informatief, goed gekozen denk ik. Is voor u de Veluwe nu een stukje dichterbij? Die was natuurlijk al dichterbij. Ik probeer er iedere week ook te zijn, te wandelen, te fietsen. Maar dan zie je toch niet wat je nu op de film wel ziet. Je ziet misschien wel eens een keer een hert lopen of een ree of een zwijn. Maar een vos die jaagt, dat zie je eigenlijk nooit. Dus het is prachtig om dit zo dichtbij te zien. Een beetje trots op het achterland? Zeker. En trots als commissaris van de Koning van de mooiste provincie van Nederland. En hier gaat mijn biologiehart ook weer van kloppen. De film is mede tot stand gekomen door de gemeente Apeldoorn. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk de producent Dutch Filmworks die deze film gemaakt heeft. Maar die was er niet geweest zonder dat de gemeente en de provincie daar ook aan bijgedragen hadden. En
ja, daar is die samenwerking tussen gemeente en provincie wel essentieel voor geweest. En wat hebben jullie daarmee voor? Nou, uiteindelijk gaat heel veel toeristen, heel veel gasten die naar de Veluwe komen, die gaan niet naar één gemeente, die gaan naar de Veluwe toe als gebied. Dus dan is het ook goed dat als we gebied samenwerken naar onze gasten. Maar dat is maar één deel van het verhaal, want tegelijkertijd wonen we op een fantastisch stukje van de wereld hier op de Veluwe. Dus het is ook echt belangrijk dat we die natuur, want daar heb je het dan over, ook goed beschermen. En is het nou de bedoeling dat er richting zeg maar, de toeristen die hier komen ook wat wordt gepromoot? Ja, ik denk dat deze film op zichzelf misschien wel de mooiste promotie is die we als Veluwe kunnen wensen. Maar waar ik ook wel een beetje op hoop is toch dat de mensen die op de Veluwe wonen ook zien, als ze de film zien, dat dit het meest fantastische stukje Nederland misschien wel is, waar ze gewoon middenin wonen. Luc Berres, provinciaal ambassadeur van Gelderland en Utrecht, was enorm onder de indruk over de film. Ik weet een heel klein beetje hoe moeilijk het is om dit soort mooie beelden te maken. Ik heb heel veel dingen gezien waarvan ik zeker weet, die zijn nog nooit op film laten zien. Daar was ik zeer van onder de indruk. En waar ik ook van onder de indruk ben, al weet je het eigenlijk wel, dat je toch weer ziet hoe ongelooflijk bijzonder die Veluwe is. We staan hier in Apeldoorn, een paar kilometer verderop, daar speelt zich dat allemaal af. En dat geldt voor al die mensen die op en om de Veluwe wonen. Die het ook wel weten hoe mooi die Veluwe is, maar als ze deze film weer zien, dan ben ik ervan overtuigd dat mensen zullen zeggen van, oh ja, het is toch wel eigenlijk wel een heel bijzondere achtertuin die we hebben. Op het laatste moment liet de maker van de film Luc Enting verstek gaan. Hij was die avond de gast bij de talkshow Jinek. De film Wild, bonte families op de Veluwe is op 1 februari in de bioscoop te zien. Een 15-jarig meisje uit Apeldoorn is dinsdagavond op haar scooter geschept door een auto. Dat gebeurde omstreeks 8 uur op de kruising Laan van Erika en de Gilderlaan in de wijk De Maten. Het meisje is met meerdere breuken naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn die zich bij IS zou hebben aangesloten is in Turkije opgepakt. Dat laat de Turkse media weten. Het zou gaan om Xavira, Roos, Claire, Zwagenmakers. Behalve de Apeldoornse vrouw zijn er nog eens 13 verdachten opgepakt, waarvan er inmiddels al 1 is vrijgelaten. De vrouw uit Apeldoorn staat op de lijst van gezochte terroristen. Interpol zou eerder een internationaal opsporingsbevel hebben uitgevaardigd. Dat schrijft tenminste de Telegraaf. Op tal van scholen in ons land werd woensdag door bekende Nederlanders op basisscholen voorgelezen. Tijdens de Nationale Voorleesdag las wethouder Johan Kruithof op de basisschool Berg en Bos. Gevoelens van nostalgie of lees je toch nog wel eens vaker voor? Nou, ik heb tegenwoordig kleinkinderen, dus ja, ik lees weer vaker voor. Ja, er was een post dat ik niet voorlas, maar de laatste jaren weer actief aan het voorlezen. Nou, hoorden we net van de directeur dat het hier best aardig gaat met het lezen en schrijven. Hebben we beeld hoe het in Apeldoorn in het algemeen staat op die bijna kleine 80 basisscholen? Dat zijn er iets minder, zijn er 63 op dit moment basisscholen. Nog steeds heel veel, met heel veel kinderen. Ja, voorlezen, ik zou bijna zeggen, Nederlandser kan het niet. Dat is echt iets wat we vooral in Nederland, niet alleen hoor, maar vooral in Nederland heel intensief doen. Kinderen vanaf jaar 1, 2 bij de hand nemen, voorlezen, leren hun fantasie te prikkelen, dat hun wereld groter is dan wat ze zelf zien en horen en denken. Dat oefenen aan de hand van mooie, spannende verhalen, plaatjes, tekeningen en daar met ze over praten. Ja, er is eigenlijk niks mooiers dan voorgelezen worden. Het lezen van boeken en de iPad kunnen prima samengaan. Dat vindt althans de directeur van de school, Nanda Bolt. Lezen is heel belangrijk. Lezen heb je namelijk voor alles nodig. En als je lezen leuk vindt en daardoor ook veel leest, bevordert dat ook je woordenschat en je taalontwikkeling. En leer je ook teksten beter te begrijpen. En als je teksten beter kan begrijpen, dan is dat voor alles weer handig. En zeker ook voor je schoolwerk en voor je verdere schoolloopbaan. En hoe voeren jullie die strijd, om het zomaar eens te noemen, tegen de iPads en de iPhones, met name het digitale tijdperk? Ja, daar gaan we ook zeker wel mee, want wij zijn natuurlijk ook een school die meegaan met de tijd. En iPads en kunnen ook zeker een bijdrage leveren aan moderne onderwijs, maar kan het nooit vervangen. Wij zeggen altijd, we proberen een mix te zoeken tussen modern en traditioneel.
En lezen in gewone boeken hoort daar nog steeds bij. De leerkrachten hier in groep 7 en 8, die lezen zelfs iedere dag gewoon nog voor. Voorlezen is zelfs voor een wethouder van groot belang. Weet je dat ik het zelfs soms nog leuk vind om door mijn vrouw te worden voorgelezen? Echt waar. Morgen is het bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Er staat een stevige wind en het wordt een graad of 9. In de avond en nacht wordt het droog en zwakt de wind af naar matig. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 3 graden. Vrijdag en zaterdag is het wisselend bewolkt en is het droog met zonnige perioden. Overdag wordt het een graad of 7 en 's nachts rond de 2 graden.